schrijven ben ik begonnen met het schrijven van korte verhalen. En dat heb ik sinds mijn 15e gedaan. Daarna kwam het langzamerhand bij gedichten schrijven. En dat is dus het langst bij mij gebleven. Nederland heeft een lange traditie in literatuur. De Nederlandse taal wordt van oudsher niet alleen in Nederland en Vlaanderen gebezigd, maar ook in de Antillen, Nederlands-Indië, Suriname en Zuid-Afrika. Het eigentijdse geluid van de dichters, die uit alle delen van de wereld naar Nederland gevlucht zijn, mag hierbij niet ontbreken. Overal ter wereld moeten kunstenaars huis en haard verlaten omdat ze in hun vrijheid worden bedreigd. Een deel van hen komt in Nederland terecht. Zo ook de dichters in deze documentaire. Het project De Stem van Dichters is een initiatief van documentairemaker Kebret McConnen als vervolg op een vergelijkbare productie van 25 gedichten van de Ethiopische dichter, schrijver en journalist Berra Lemma. Deze documentaire pakte daarom de draad op met deze dichter. Shakila Sisada, haar dichtbundel heet Niet voor niets, herinnering aan niets. Dat maakt nieuwsgierig. Haar poëzie is poëzie die altijd verrast en nieuwsgierig maakt. Ik doe verschillende dingen, waaronder tolken, vertalen. Ik ben beroepstolk, vertaler. Ik geef interculturele communicatietrainingen. En het liefste wat ik wil doen is gedichten schrijven. Haftsin, abri agar nabud, mitavanesti az in asman kota, hay modam ashoftash. Boutenfamilie, maar ik ben vooral geïnspireerd door dichters dat ik zelf las. Moderne Persische dichters zoals Nima Vroeg en andere dichters, Sohrab Sbehri. En die sprak mij heel erg aan en... Daarom ging ik ook door met het schrijven van poëzie. Neem een kort fragmentje, zachtjes, kom je op je tenen, juist op het moment dat de droom jouw voetstappen hoort. Niets gebeurt toevallig, droom en werkelijkheid lopen in elkaar over, verleden en heden zijn alle twee even belangrijk. Afkomst doet er niet meer toe. Met schrijven ben ik begonnen met het schrijven van korte verhalen. En dat heb ik sinds mijn 15e gedaan. Daarna kwam het langzamerhand bij gedichten schrijven. En dat is dus het langst bij mij gebleven. Maar later, toen ik pas in Nederland was, toen heb ik echt westerse poëzie leren kennen. Het was een hele andere werkelijkheid. In de zin van hoe ik leefde. Dus ja, je wordt helemaal ontworteld. En dan kom je in een ander land, moet je helemaal opnieuw beginnen. En die worsteling had vooral te maken om manieren van literatuur, hoe ik had geleerd, hoe je met poëzie omgaat, hoe je schrijft, met heel veel symbolen, om dat los te laten. Want als ik zo bleef schrijven, dan was het niet te volgen. Voor het Nederlands publiek. Dus ik moest leren afstand te nemen van die traditie. En dat was voor mij een hele openbaring, want een hele andere wereld werd voor mij geopend daarmee. Ik ga een gedicht voordragen, die heet Bordeaux 2001. Ja, dat heb ik gekozen omdat er veel gezegd met niet zoveel woorden, denk ik. Naar gelang het in je hoofd opstijgt, raak je meer verstrikt in de tv. Je proeft niet hoe flink de zomer van 2001 heeft huisgehouden in deze Bordeaux. De warmte-explosie die vanuit mijn ingewanden mijn gezicht instroomt, voel je niet. Op de achtergrond van het journaal is mijn opengeknoopte blouse een ware lust voor de ogen. Je merkt het niet op.
Van achter het wijnglas lijk je een aardig kopje kleiner. Jouw stem verknipt de stilte in vierkante momenten. Je belandt bij het dodental van de dag, terwijl de grond onder mijn voeten onherroepelijk schrik wordt aangejaagd. Je ziet het niet. Het rood van mijn sjaal, nonchalant neergedaald op jouw steriele meubel, steekt het uit. My friend. Aankomst. De haatpostpost. De rivier stroomt naar zee. Listen. Armasun. Blootvoets naar het eind. Van alle dag. Leren. Amuchtan. Estampida.